Goeie avond allemaal. Wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. Hallo Emma, wat leuk. Nicoline. Nou, goeie avond allemaal. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb een aantal spulletjes heb ik neergelegd. Het zijn eigenlijk een beetje de spulletjes die ik gebruikt heb om een aantal kaartjes mee te maken. Ik heb eigenlijk allerlei spulletjes gebruikt. Maar het draait eigenlijk vanavond een beetje om dit stansje. En om dit papierblokje van Sunny Studios. Ik heb twee uitzendingen hiervoor heb ik het kaartje gemaakt met die rondjes. Met die visjes daarachter. En dit is eigenlijk een beetje een variant daarop. Hij is wel iets anders, maar het is ook een beetje hetzelfde idee. En dat heb ik gecombineerd met dit papier. Dit is uit de serie van de pastels. En dit zijn dan de ruitjes, maar er zijn ook streepjes en stipjes en bloemetjes. Ja, en dit soort printjes, dat kun je eigenlijk altijd combineren met van alles. Past overal bij. Ze hebben ook een serie met wat hardere kleurtjes. Die is ook heel erg leuk. En die kun je natuurlijk ook weer combineren met de zachte kleurtjes. Nou, ik heb deze leuke bijtjes gebruikt. Die hebben jullie ook misschien wel gezien in de aankondiging. Wat achtergrondstempeltjes uit de Happiness serie van Studio Light. Ik heb de beestjes gebruikt van de Favorites van Studio Light. En dit leuke stencil van Pronti. Dus het stencil is ontworpen door Yolanda de Ronda. Die heeft hele leuke rondjes. Maar wat hier wat ik heel leuk vind, is dat deze printjes heel klein zijn. Dus dat is heel leuk om eigenlijk kleine vlekjes te maken. Ik zie een reactie van Wil. Er gebeurt hier niets, bij jullie wel. Ik hoop het wel dat er iets gebeurt. Misschien wil iemand even reageren als de... ik hoop dat er iets gebeurt. Wordt vervolgd, Wil. Nou, ik zal de kaartjes laten zien die ik heb gemaakt. Ik heb een aantal kaartjes gemaakt. Ik zie een heleboel duimpjes en hartjes voorbij komen. Dus ik denk dat iedereen mij ziet. Ik heb deze drie kaartjes gemaakt. En dat zijn eigenlijk allemaal een beetje, ja, afgelopen week ga je een beetje uitproberen. En tijdens het uitproberen denk je, oh, maar het kan ook zo en het kan ook zo en het kan ook zo. En ja, eigenlijk al zeg ik het zelf, zijn ze toch alle drie best wel leuk geworden. Ik zal ze ietsjes dichterbij houden. Dan kunnen jullie ze ietsjes beter zien. Dit is het kaartje, daarbij heb ik de beestjes van Studio Light gebruikt. En een tekstje die ook op datzelfde setje zit. Hier heb ik eigenlijk een soort fotoframepje gemaakt met bewerkte papiertjes erachter. Een stripje erachter en wat spettertjes op de kaart. Hier heb ik de mal uitgestanst, eigenlijk op de achtergrond. De achtergrond bewerkt met achtergrondstenseltjes en dat leuke stencil. En hier zitten de bijtjes op. De bijtjes die zijn, dat is uit een setje van Pretty Pink Posh. Heel leuk, vrolijk setje. Het zijn kleine stempeltjes. Dus die zijn op deze manier, vind ik, dan heel leuk te combineren. Vaak als je een wat groter stempelafdrukje hebt, dan is dat lastig in die kleine hoekjes. En dan heb ik hier eigenlijk weer een los stripje gebruikt. Die heb ik even gemat op zwart karton. En ook weer wat spettertjes op de achterkant. Nou, deze drie kaartjes heb ik gemaakt. Ik kon zelf eigenlijk niet zo'n keuze maken welke ik vanavond zou gaan doen. Dus die vraag wilde ik eigenlijk aan jullie stellen. Welke kaart... Waar stemmen jullie voor? Stemmen jullie voor You're the Best, Hello There of Happy Birthday?
Dus dat, nou, dat wil ik eigenlijk aan jullie vragen. Welk kaartje ga ik maken vanavond? Samen met jullie. Wat vinden jullie leuk? Dus dat wilde ik graag. Ik vond het zelf lastig. Er zit in elk kaartje zit er iets. Iets leuks en iets grappigs. Nou, Riek zegt de eerste. Een happy. You're the best. Dus dat is al de tweede voor de laatste. Alle drie. Ja. En weer een you're the best. Happy birthday. Nou, ze gaan wel gelijk op. Kitty zegt hello there. De eerste. Ellen. Nou, dankjewel Els. Hello there. Ja, het gaat toch wel een beetje you're the best weer. Happy birthday. Hello. De derde. Ja, het gaat echt heel erg gelijk op. Er zit iets om ons allemaal te maken. Ja, Riek. Ja. Ik denk het ook. Nou, ik ga toch dan voor de eerste. Ja. Ik heb het stemmen niet helemaal geteld. Ik kon het niet helemaal bijhouden. Maar volgens mij was die toch wel favoriet. Die is ook wel het meest strak. Ja, zeker goed idee, Riek. Heel goed idee. Idemine Mutten. Ja. Ja, dat kan ook inderdaad. Ja. Nou ja, ik heb nu gezegd de eerste. Ze zijn alle drie leuk. En tenminste, dat zeg ik nu zelf over mijn eigen kaart. Dat is een beetje gek natuurlijk. Maar ze lijken ook wel een beetje op elkaar. Dus ik ga deze you're the best ga ik laten zien. En ja, het is wel een uitdaging, Sandra en Riek. Jullie spelen onder één hoedje nu. Ja, ja. Ik ga er echt één kiezen. We gaan deze doen. En dan nou, komt helemaal goed. We gaan lekker starten. Ik leg het kaartje opzij. Ik denk dat ik begin met het kaartje zelf. Ik gebruik het waterartpapier van Kippers. Het waterartpapier van Kippers, dat gebruik ik eigenlijk heel vaak. Het heeft een mooie, echt hele mooie lichte kleur. Het is mooi glad. De dikte vind ik heel fijn. Het is heel prettig om te stansen. Het is heel prettig om op te werken. Het verdraagt veel vocht. Je papier, dus wat ik nu laat zien, zometeen met die spettertjes die ik heb ik gemaakt met de oxides. Met de oxidesprays. Dan wordt het niet heel nat. Maar je papier blijft echt heel mooi plat. Dus dat werkt echt, echt heel fijn. En doordat je het dus voor allerlei manieren kunt gebruiken, kun je het, dus je kan er mee stansen, je kan er je basiskaart mee maken, je kan er, ik heb er ook op gestempeld. Ik heb de bijtjes ingekleurd, ook met de oxides, maar dan met de pads. Dus dit zijn de padjes. En dan met een waterpenseeltje. Dus met dit papier kan je eigenlijk alle kanten op. En dat vind ik zelf wel heel erg fijn. En doordat je het gebruikt voor je kaart, voor het stansen, voor het inkleuren. Je houdt ook overal dezelfde kleur wit. Want ook in wit zijn zoveel soorten en zoveel kleuren. En het is eigenlijk gewoon het allermooist als je dat, dat het mooi met elkaar matcht. Nou, ik heb bij deze kaart heb ik een kadertje gemaakt. Nou, zo'n kadertje maak je eigenlijk gewoon super simpel met een fineliner en met een liniaal. Kan natuurlijk ook uit de hand, dan krijg je een wat minder strak effect. Maar ik ben wel van het strakke. Het is eigenlijk gewoon een lijntje. En dat lijntje niet helemaal tegen de kant aan beginnen. En dan krijg je een mooi framepje.
breken. Dit moet je altijd niet te snel doen. Want het is wel zo mooi als het er een beetje strak op zit. Zo. Nou, daar beginnen we mee. Dat is die. Die zit er vast op. Dan ga ik wat spettertjes maken. Dat zei ik net al, de spettertjes maak ik met de oxide sprays. Omdat dat heel erg makkelijk is. Je draait je flesje open. Dan zit er vaak meestal een soort van druppel aan. En dan is het eigenlijk een kwestie van een beetje tikken. En dan heb je spetters. Nou, je bent nog niet te laat hoor, Antoinetta. Je bent nog helemaal op tijd. Zo, dat zijn wat spettertjes. Die spettertjes, oh, daar gaat mijn mat. Laten we even drogen. Kan je natuurlijk, als je heel snel wil dat die droog is, even met de heat tool doen. Maar je kan het ook gewoon even laten liggen. Ik zie hier geloof ik ook nog, oh nee. Dat zijn spetters die er al wel zaten. Die zijn inmiddels opgedroogd. Dus even kijken of het al nog een beetje recht liggen. Niet helemaal geloof ik, maar dat geeft niet. Dan gaan we verder met... Kijk, die had ik al een beetje klaar liggen. Die heb ik uitgestanst. Omdat die alleen de binnenkant stanst en het stiksteekje erlangs instanst, kun jij zelf bepalen hoe breed dat je het randje hebben wil. Nou, het randje heb ik nu zeg maar ruim een halve centimeter genomen. Dat doe ik omdat die hier in het midden ongeveer ook een halve centimeter is. En dan maak je daar van één geheel. Nou, mijn strookje is natuurlijk veel te lang voor mijn kaartje. Hè? Dat zien we zo. Maar die kunnen we altijd nog afsnijden. Dus ik begin eventjes hiermee. Ik heb het achtergrondje, die heb ik bestempeld met de achtergrondstempeltjes van Studio Light. Omdat ik bijtjes heb gebruikt, vond ik het leuk om dus dat honingraadje te gebruiken. Het is altijd wel leuk om het een beetje een compleet verhaal te maken. Hier een acrylblokje. Dit soort stempeltjes kan je natuurlijk ook zonder acrylblokje stempelen. Alleen ik vind het zelf altijd ietsje strakker als je toch wel een acrylblokje gebruikt. Nou, hij hoeft niet helemaal bestempeld te worden. Dus het is leuk als je dat een klein beetje verdeelt. En ik moet er natuurlijk eigenlijk een papiertje onder leggen. Want mijn mat is nu ook versierd. Zo, kijk, zo is die een beetje verdeeld, maar nog niet te vol. Gelijk even het doekje langs mijn stempel. En een doekje langs mijn mat wederom. Dat is wel makkelijk, hè, met die doekjes. Nou, hebben jullie natuurlijk gekozen voor het eerste kaartje en niet voor die andere waar ik toch dat leuke stencil heb gebruikt. Maar ik ga toch even improviseren, sorry Riek, met toch een stencil. Dat stencil heeft dus hele kleine patroontjes. En met hele kleine patroontjes zijn die grote blending tools, die zijn eigenlijk een beetje aan de grote kant. Dus dan zijn deze stokjes heel makkelijk. Je kan natuurlijk ook andere kleine sponsjes gebruiken. Maar je moet iets verzinnen zodat je niet te grote vlakjes maakt. Nou, ik ga een beetje lila gebruiken. Ik vond dat dotje heel erg leuk. En wat leuk is met zo'n klein stencil is dat je eigenlijk zomaar, eens even kijken, zomaar een paar van die vlekjes maakt in zo'n achtergrondje.
En zo krijg je net even iets meer speling in je achtergrondje. Omdat de rest ook wit is. Nou, gelukkig dat je het leuk vindt, Riek. Ik vind hem ook heel erg leuk, het stencil. Het heeft echt hele leuke vormpjes. Je kan zo'n stencil echt op zoveel manieren gebruiken. Ik heb hem nu echt alleen nog maar zo als een paar vlekjes gebruikt. Maar ik denk dat hij, als je bijvoorbeeld een layout maakt. Of een bladzijde in je journal of in je planner. En je maakt echt van die hele strakke rondjes. Ik denk dat het echt heel erg leuk is. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, maar dat zie ik wel helemaal voor me. Even kijken, welk kleurtje hebben we niet? Deze leuke lichte blauw wil ik nog even. En dan ga ik denk ik deze balletjes doen. Zomaar even een beetje accentje. Ja, leuk hebben dingetje. Bedoel je dan het stencil, Ine? Of die kleine stokjes? Dat is vooral een makkelijk hebben dingetje. Eigenlijk makkelijk voor alles waar die andere tools te groot voor zijn. Nou, ik denk dat we al een heel eind zijn. Zo even met een kleurtje. Riksha vraagt, hoe heet dat ding waarmee je de kleur aanbrengt? Deze dingen. Nou, ik heb hier de verpakking ook. Detail blending tools. Dus het heette ook blending tools, maar dan detail. Voor de kleine dingetjes. Ja, Ine bedoelt het stencil. Ja, dat. Dat dacht ik inderdaad. Eens even kijken. Even een klein streepje. Zo grappig. Doen we die even de andere kant op. Met even een grappig kleurtje erbij. Nou, dat zijn de blendingstokjes. We hebben het achtergrondje gemaakt. We gaan dus even een kleurtje erachter plakken. Stencil die ga ik zo eventjes schoonmaken. Dat kan straks. Die hebben we niet meer nodig. Nou, ik zal het blokje er even helemaal uithalen. Wat ik wel altijd fijn vind. Dit soort blokjes die zitten gelijk al helemaal los. Dus die zitten niet verlijmd. Dat pakt ook wel heel makkelijk. Nou, dat zijn dus eigenlijk allemaal een beetje regenboogkleurtjes. Aan de voorkant zie je het een beetje grove ruitje. En aan de achterkant zie je dat hele, eigenlijk ook een ruitje, maar dan met een heel dun lijntje. Nou, die doen het wel heel erg leuk. Ja, en op een of andere manier zijn dit dan toch altijd wel mijn kleurtjes. Dat spreekt mij altijd heel erg aan. Beetje groen-blauw en paars. Nou, je ziet al wat ik van de week gedaan heb. Ik heb natuurlijk al verschillende probeersels gemaakt. Je knipt hier eigenlijk gewoon een aantal vierkantjes van. Wat je natuurlijk ook kan doen, is dat je wat stukjes knipt. Je stanst ze uit en je plakt ze erin. Dat heb ik volgens mij ook bij ditzelfde voorbeeldje gedaan. Hè, dus die zijn er eigenlijk gewoon ingeplakt. Maar je ziet dan toch een beetje dat randje. En ik vind bij deze, ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien, dan is die erachter geplakt. Ik vind dat toch wat meer af. Maar soms, soms dan loopt het even zo. Omdat je het aan het uitproberen bent. Of hè, dan is dat soms ook de enige manier. Want hier had ik dus al het zwart achter geplakt. Dus toen kon ik dat printje er niet meer achter plakken. Maar ik vind het erachter plakken, vind ik eerlijk gezegd, toch wel mooier. Nou, dan kan je natuurlijk kiezen voor
Ja, het grove ruitje en het wat fijnere ruitje. En om die dan, tenminste dat vind ik dan leuk, om die dan om en om te plakken. Maar dat moet je altijd even een beetje bekijken hoe dat uitkomt. Dus die draai ik even om. Ik ga ze zo plakken op deze volgorde. Hallo Hanny, leuk dat je ook weer kijkt. Even met tapeje. Ja, Ine, het is, ik vind het ook mooier. Zo. Maar ja, soms dan is het ook niet anders. Maar... ja, inderdaad, leuk voor je restjes papier, zeker. Je hebt natuurlijk ook echt maar heel weinig eigenlijk nodig. En dit soort printjes kun je natuurlijk ook echt met alles combineren. He, dus ook met stukjes papier uit andere blokjes. Of met bloemenprintjes. Of dit soort basic. Dat kan echt met alles. Dat is echt leuk. En je hoeft ook, vind ik, met dit soort dingen niet zo heel erg na te denken hoe je iets inkleurt. Dat is ook wel fijn. Nou, eigenlijk plak je ze er gewoon, zo simpel is het, zo achter. Deze is een beetje aan de grote kant. Dus die knippen we een klein beetje korter. Kleiner. Zo. Deze is ook een beetje groot, zie ik. Er zit ook nog een randje aan. Die hoeft er niet aan. Zo. Dat zijn de printjes. Die zitten erachter. Ik ga eens even kijken of dat ik hem toch een klein randje van de zijkant smaller maak. Ik denk dat dat toch leuker is. Leg even mijn liniaal strak tegen dat randje aan. Klein randje eraf. Oh. En aan die kant. Dan weet ik ook zeker dat hij helemaal klopt in verhouding. Je legt je stansje wel precies in het midden van je papier. Maar hè, soms schuift dat toch nog een beetje. Of even door het beeld heen en langs mijn prullenbakje. Dat is die. Eens kijken hoe het hier is. Nou, die droogt al mooi. We gaan deze eventjes matten op zwart. Eens even kijken. Dan gaan we die eventjes plakken met een breder tapeje. Zo. Nou. Die hebben we over die plakken in het midden. De prullenbak staat nu naast me, is makkelijker. Gaan we niet door het beeld heen. Zo, dat is die. Nou, een smal randje is mooi genoeg. En dan snijden we die ook af. Moeten we niet gaan schuiven. Zo. Dat is die. Nou, nu moeten we natuurlijk nog een beetje gaan bepalen wat de maat gaat worden. En wat het tekstje. Oh ja, You're the Best gingen we doen. Die is het, ja. Nou, You're the Best, die heb ik gestanst. Dat is een stansje. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Dat is een stansje van Renke. Deze is dat.
En die heeft hele leuke textures. Mooie stencils ook. En ja, dit soort textures zijn natuurlijk heel leuk. Ook bij je foto's. Maar zeker ook super leuk bij kaarten. Want het is niet altijd alleen een verjaardagskaart, zeg maar, die je verstuurt. Dus dat is die. Ik heb deze, die heb ik uit foam gestanst. En hier is die uit karton gestanst. Uit foam. Het ligt er net wat meer op. Dus dat geeft wel een heel leuk effect. Dus ik denk ook dat ik die ga gebruiken. Deze, die leg ik er even op. Ik heb alleen nog een spetter in het midden die nog niet helemaal droog is. Maar dat is niet zo heel erg. Want eventjes een lijntje zetten voor de maat. Eens even kijken. En die zo. En dan snij ik hem even in mijn snijmachientje. Want het zijn nu natuurlijk twee laagjes inmiddels geworden. En dat snijdt dan toch even makkelijker zo. Nou, ik heb een klein lijntje gemaakt. Dus ik weet waar ik wezen moet. Die leg ik vast. En die. Waar zijn we? Zo. Snijmachientje weer terug. Kijk. Nou, hij past er precies in. En we hebben ook nog een framepje. Dan gaan we die ook vast opplakken. Nou, je ziet allemaal leuke spetters nu op de achtergrond. Hij was dus nog niet helemaal droog. Maar dat maakt niet uit, want het komt er toch achter. En elke, ja, zeg maar, als je al een vlekje maakt, dan mag dat in dit soort achtergrondjes. En stort het je heel erg, dan kun je hem altijd nog verstoppen met een leuk pailletje of plaksteentje. Ik ga straks de druppeltjes van Nouveau nog bij gebruiken. Dus die zijn ook altijd leuk. Ik zie daar een pluisje van mijn dingetje. Eens even kijken. Nou, kijk. Het is best wel simpel, maar ik vind het echt leuk. Het tekstje komt daar. Ik voel wat aan mijn mouw. Plakkertje. En dan de bijtjes. De bijtjes, die zijn hier. Ik heb het knippen en kleuren, dat heb ik alvast gedaan. Want dat is niet mijn, mijn allerbeste ding, zeg maar. En ik ben altijd een beetje bang dat het saai is om naar te kijken. Dus ik heb dat al een beetje voorgewerkt, zeg maar. Deze is nog een beetje, even kijken waar mijn schaartje is. Deze is nog een beetje erg stijf van het knippen. Nou, ik zie even mijn kleine schaartje niet. Waar heb ik die gelaten? Die is even kwijt. Ik vind het altijd makkelijk om even met, met een schaartje even het een beetje te bollen. En dan hou je die strakke lijntjes een beetje weg. Nou, je verdeelt eigenlijk de bijtjes gewoon maar net waar je ze leuk vindt. Die is hier leuk. Ik heb eigenlijk alle bijtjes gewoon geplakt met de tape. Behalve het grote bijtje. Die plak ik met een glue dots. Deze glue dots die zijn wat dikker. Daarmee kun je heel leuk je dingetjes ophogen. En dan komt hij ook wat meer naar voren. Deze plakken we zo. Hier een leuk bijtje. Het hoeft natuurlijk ook helemaal niet zo heel strak in het framepje. Dat is met die diertjes wel leuk, want dan zitten ze echt in dat framepje. Deze gaat een beetje die kant op. En dan heb ik hier dit bijtje. Ik had hier nog zo'n mooi klein stukje tape.
Zo. En dan gaan we deze nog even plakken. Nou, die plak ik met Glossy Accents. Even kijken waar ik die verstopt heb hier. Die zat het lekker snel droog. En die plakt ook ontzettend goed. Dit is een mooi klein tuutje. Zo. Even kijken of we hem ook nog te pakken krijgen. Yes. Ook een beetje recht zit. Dat vind ik altijd wel fijn. Zeker bij zo'n kaart die toch een beetje strakker is, dan moet het wel echt recht zijn, vind ik. Even voor mij iets dichterbij, voor jullie een beetje scheef in beeld, maar. Ik laat heel even mijn liniaal erop liggen. En dan gaan we nog even wat druppeltjes aanbrengen. En wat glittertjes op de vleugels. Het is ook een beetje een zoet kaartje. Dus dan mag dat wel. Eens even kijken. Ik begin maar eens even met de glittertjes. Ik heb hier nog een stikkels uit 1900. Ja, zo'n flesje gaat best lang mee. Tegenwoordig hebben we natuurlijk ook die mooie glittertjes van Nouveau. Had ik alle vleugeltjes. Ja, het is wel leuk, al die vleugeltjes. Het is gewoon glitterlijm. Maar dat doet het wel heel leuk. Ik zal het zo even van wat dichterbij laten zien. Wel gezellig. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Er zit altijd een beetje vertraging in, dus het duurt even. Er zit nu wel heel veel vertraging in, volgens mij. Mijn beeld duurt echt heel lang. Ik ga nu pas. Nou, ik ga denk ik maar gewoon verder. Want hij. Ik weet niet of hij blijft hangen of hij duurt ergens heel lang. We gaan gewoon lekker door. Ik maak nog wat druppeltjes. Deze is leuk. Deze is leuk. Die is ook leuk. Geeft niks hoor, Fanny. Hartstikke leuk dat je nog even komt kijken. Ik zag hier een klein vlekje. Dus die ga ik even wegwerken. Ik denk dat ik die met het andere kleurtje doe. Dit is natuurlijk altijd wel een beetje risky. Want als je eens een luchtbel hebt, dan kan er nog wel eens de fout ingaan. Maar deze zijn ook zo makkelijk vooruit te maken. En dan plak je ze op het moment dat je ze nodig hebt. Deze deed van de week een beetje vervelend, maar nu niet, gelukkig. Ik denk dat er ergens een glittertje klem zat. Zo. Nou, druppeltjes. Ook gelukt. En
En dan is dit het kaartje geworden van deze uitzending. Even kijken wat Darlene schrijft. Dat heeft altijd een topje van mij. Een klop op de achterkant helpt niet. Toch iets verkeerd zeker. Even kijken of ik toch iets verkeerd zeker. Ja, je bedoelt denk ik het Nouveau flesje. Dat die bijvoorbeeld verstopt zit. Wat ik zelf wel heel erg vind helpen. En dat is bijvoorbeeld ook met die lijm. Bewaar het op zijn kop. Dat scheelt heel erg. Want als er natuurlijk ergens toch een korreltje uit droogt of wat dan ook. Dan zit het al heel snel verstopt. Omdat het maar een heel klein gaatje is. Dus dat. En even doorprikken met een speldje of met een prikpen. Dat wil ook nog alles helpen. Maar inderdaad, zeker de flesjes met glittertjes, die willen nog wel eens maar even doorprikken. En dan, ja, van die pareltjes inderdaad. Ja, ik snap het, Darlene. Ja. Oh, de pareltjes zijn niet bol. Oh, bedoel je dat? Oh, nou. Ik zal het hier nog even laten zien. Deze zijn wel bol. Ze zijn wel heel klein, deze bolletjes. Dat scheelt misschien ook. En ook als ze droog zijn, want ik heb ze nu natuurlijk net gemaakt. Maar dit zijn de kaartjes die ik van de week heb gemaakt. En daar zijn ze ook gewoon nog steeds bol. Dus dat, ja, dat is wel irritant. Misschien, toch scheelt het misschien ook wel wat voor papier. Met sommige dingen maakt het ook nog wel eens uit. Zou je wel eens uit kunnen proberen of dat helpt. Ja. Nou, ik zie allemaal een dankjewel en bedankt. Nou, jullie bedankt. Jullie, heel leuk dat jullie allemaal weer vol enthousiasme naar mij zitten te luisteren en zitten te kijken. Hartstikke leuk. Het is echt super leuk dat jullie iedere keer weer zo zitten te kijken. Echt super leuk. Ik heb nog wel een uitdaging voor jullie. Ik ga straks weer een berichtje aanmaken. Onder dat berichtje mogen jullie jullie kaartjes, labeltjes plaatsen. En het lijkt mij leuk om zeg maar een beetje het idee van deze kaart terug te zien. Dus misschien iets van een fotoframepje, fotoframepjes. In ieder geval een beetje dit idee met verschillende kleurtjes papier erachter. Klein stempeltje. Nou, jullie mogen mij verrassen. Het lijkt me hartstikke leuk om dit idee een beetje terug te zien. En volgende week in de volgende live-uitzending wordt er een winnaar bekendgemaakt. En die ontvangt een leuk prijsje van ons, van Doe Ding. Nou, dat was het weer voor deze keer. Ik wil jullie allemaal heel fijn weekend wensen. Misschien zie ik een aantal van jullie wel morgen op een van de workshops van Miranda Bouwhof. Of bij Miranda en Yvonne in het Atlas Hotel of in de winkel. En anders, tot ziens. Tot de volgende live. Dag allemaal. Fijn weekend. Hey.